Voor de nominatie van Akzo Nobel gaan we naar de Koninklijke Hulshof in Lichtenvoorde. Daar gaat het chemiebedrijf een groene bijdrage leveren aan schoen en hamburger. U bent te gast bij de groenste looierij van de wereld. Waarom? Omdat we heel weinig water gebruiken, dat we van het afval biogas maken en dat we het milieu niet vervuilen. De groenste, dat wil Hulshof graag blijven. En daar kan Akzo Nobel een handje bij helpen. Huiden van dieren worden niet alleen gebruikt voor de leerproductie, ook worden ze gebruikt voor de winning van vetten en eiwitten. Door gebruik te maken van het niet-giftige dimethyleter kan de methode van Akzo Nobel zorgen voor een hogere opbrengst, terwijl er minder energie voor nodig is. Bovendien zijn minder chemicaliën en water nodig. En er ontstaat veel minder afvalwater. Een groene bijdrage dus aan schoen en hamburger. Je hebt daar twee effecten van. De ene is dat je dus meer voedsel hebt, iets waar de wereld om vraagt. Het andere is dat we de veestapel, die toch milieubelastend is, kunnen reduceren met misschien wel 10%. Onze technologie verbetert de arbeidsomstandigheden, vermindert het energie- en waterverbruik, zorgt voor minder afval, draagt bij aan een oplossing voor het voedseltekort in de wereld en is winstgevend voor klant en leverancier. Kortom, people, planet, profit.